En hoe bevalt hij eigenlijk de auto? Ja, heerlijk. Ja? Het is een heerlijke auto. Ja. Hij rijdt heel lekker. Ik weet het, ja. En nou, wat vooral zo lekker is, alles is zo netjes keurig afgewerkt. Hè. Het is gewoon vakwerk, dat merk je aan hoe je auto in elkaar zit. En, hij ligt als een blok op de weg. Hè. De wegligging is gewoon heel goed. Ja. En dat voel je. Ja, dat weet ik. Het is een quattro natuurlijk. Ja, nou, daarom. Ja. Heerlijk. Nee, ik ben er heel blij mee. Het is heel mooi. Nou, leuk voor je. Ja. Vind ik leuk voor je. Maar je hoeft het aan mij natuurlijk niet uit te leggen, want ja, ik heb precies dezelfde auto. Dus. Nou ja, daarom. Nee, maar ik bedoel, ik weet ook dat hij als een blok op de weg is, want ik had hem eerder dan wat jij hem had. Quattro is het, dat ligt ook stevig op de weg. Het is alleen niet precies dezelfde auto. Nou ja, deze is rood. Hij is rood. Die van mij is blauw. En deze heeft in de spiegels, want dat hadden ze toen jouw uitkwam, hadden ze dat nog niet, die reclame voor, hè, dat die richtingaanwijzer in de spiegel gebouwd. Vind ik gewoon een mooi detail. Dat heb ik niet, nee. En deze motor is net iets sterker, geloof ik. Dit is een type 2. Hè? Nou, het is een iets grotere motor, ja. 2.8, 2.2 liter. Leuk, joh. Dit is eigenlijk een auto, maar er is wel een verschil. Ja. Ja, wat ik alleen niet weet, hier zit een knopje. Maar als ik daar op druk, wat is dat? Ja, dat weet ik wel. Ja. En dan moet je even in je boekje zetten.